Hallo en welkom bij een nieuwe video van Luca Campagne. En hier ziet u een mooie kroonkraanvogel. En hier zien wij gierparelhoenders. En hier zien we dan een drievoudige glanspreeuw. Een driekleurige glanspreeuw. Die komt voor in Oost-Afrika. En die kunt u aantreffen in doornstruiken en acacia. In de savanne dan, hè? Driekleurige glanspreeuw. Ik had het goed. En hier waar de camera op is gericht. Die glanspreeuw is trouwens een typisch Oost-Afrikaanse vogel. Dit is de glanspreeuw. Dit zijn gierparelhoenders. En dan nu deze vogel nog. De rostoraco. De rostoraco. Die in heel Equatoriaal Afrika voorkomt. Hier, aparte vogel, hè? Net een vogel uit de middeleeuwen. Haha. Omdat in de middeleeuwen waren ze ook van pruiken en maskers en zo. En die vogel, de torako, die heeft dus. Dat lijkt net zoals maskers en zo, ja. En hier zien we dan gebieden in Afrika. Dat is eigenlijk wel logisch, want we zitten in een boek van Afrika wilde dieren te kijken, dus dat is wel logisch op zich. Ik zal daarmee verlezen wat hier te zien is. Hier zien we flamingo's. Bij de golf. Hier zien we flamingo's. Boven mijn vingers zien we flamingo's. Bij de golf van Fergusson. In Turkana-meer. In het Turkana-meer. En waar mijn vinger nu naar wijst, daar ziet u rustende pelikanen in de schemering boven het net. Boven mijn vinger ziet u rustende pelikanen in de schemering boven het Naivassameer. En hier, ik breng de camera even dichterbij. Goed. Hier waar de camera nu op gericht is, daar zijn rustende pelikanen in de schemering van in de schemering. Boven het Naivassa-meer. En rechts ziet u Maribus. In hun typische nest. Ze zit helemaal boven in de boom.
Dit zijn Maribus met een typische nest. Marabus in een typische rusthouding in het schemerlicht van Oost-Afrika. De leefomgeving van deze vogels is dezelfde als die van gieren en ze komen in heel Afrika ten zuiden van de Sahara voor. De volgende bladzijde zien we de zonsondergang kleurt een Afrikaans meer goud en het wordt nacht. Nou, dat belooft een mooie foto. We zijn er klaar. Goed. Ik kreeg net van moeder croissantje, die had ze gebakken. Oh, die was in beeld, ja. Dat is denk ik niet erg. En hier zien we dan een zonsondergang in Afrika. Ik zal even lezen waar precies. Goed. De volgende bladzijde zien we de zonsondergang kleurt een Afrikaans meer goud en het wordt nacht. Nou, dat was de laatste video van vandaag. En de volgende video gaan we het hebben over dino's. Ik ben benieuwd wat jullie daarvan zouden vinden. Doei!